Hallo allemaal, welkom bij de nieuwe Hoi. Oh! Het is, ja, ik heb de hele dag nog niet gevlogd. Ik moet wel een vlog openen, ja. Het is maandag, het is alweer 4 uur. En ik ga vandaag 2 keer sporten, want eigenlijk werkte ik alleen in de ochtend. Maar ik ben nu al de hele dag op kantoor, dus ik dacht, eigenlijk blijf van gewoon. Dus ja, ik ga zo meteen voor die pilates doen. Dat vind ik nooit zo heel sport, is meer gewoon een beetje stretch. En dan ga ik vanavond om 7 weer booty apps doen. Dus ik ga hem 2 keer. Ik ben hem doorgerijd, maar ja, weet je waarom ook niet. Ik ben nu even aan het editen. En ja, verder heb ik eigenlijk niet veel gedaan. Ja, gewoon veel gewerkt. Maar niet veel bijzonder. Oh, en ik heb lekker weer Hello Fresh. Daar heb ik heel veel zin in vanavond. En dat was het eigenlijk. Ik wil een nieuwe UX kopen. Ik zit te kijken naar UX. Maar ja, zo duur. En het is gewoon, ik weet eigenlijk niet welke kleur ik ook wil. Deze misschien wel of zo. Maar die is dus uitverkocht. Deze is ook leuk. Deze is ook uitverkocht. Alleen deze is er nog in mijn maat. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Deze dan denk ik. Het is inmiddels 7:15. En ik ga nu naar mijn tweede sportles. Echt spijt dat ik dit heb gedaan. Ik ben echt fucking moe opeens. Ik weet nog niet waar ik opeens zo moe van ben, maar oké. Dus ik had net een lesje pilates gedaan, dat was chill. Maar ik ga nu een lesje booty club doen. Echt helemaal niet scherp. Maar ik ben echt fucking moe en ik heb er geen zin in. We gaan weer een uurtje strijden. We gaan ervoor. En we maken maar gewoon even zin. En dan ga ik zo meteen risotto eten. Ja, daar heb ik wel gewoon zin in. Nou, ik ben terug van de kans dat we gewoon de ik had daar vandaag nog geappt, die chick, op mijn shirt. Maar wel, heb je al een voorstel gestuurd of? Nee. Nou jongens, ik ben terug van het sporten. Ik ben eigenlijk toch wel eindelijk blij dat ik ben gegaan, want het was eigenlijk best wel chill. En ik heb nu lekker een miso risotto. Super lekker. Van HelloFresh. Ik ga nu editen. Lekker opeten, ik heb het al bijna op, maar ik was echt super moe voordat ik dat lesje ging beginnen. Toen dacht ik echt, dat heb ik mezelf aangedaan, maar eindelijk ben ik toch echt blij dat ik ben gegaan. Het was echt een lekker lesje, heel chill. Dus ja. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Welkom bij deze nieuwe dag. Oké, ik ben vandaag lekker aan het thuiswerken. Ik ga zo meteen even naar de Hoxton. Ga ik daar even werken. Ik kan er altijd heel chill concentreren en even werken. En ik moet veel doen. Dus dat is gewoon even lekker, you know. Even lekker rustig, heerlijk dagje. Nou guys, ik zit even gezellig bij de Hoxton. Ik zit hier even lekker een middagje te werken. Oh, ik vind het hier zo chill om te werken. Ik werk hier dus elke dag. En ze hebben super lekker nieuwe vie. Echt een hele combo. Lekker. Haverkappen. Oh, dat is echt wel genieten. Ja. Doe 4:15. Ik heb een uur sportlesje. Ga ik een booteclub doen, booteleef. En morgen ga ik roadcycling met Stan. Daar ben ik ook echt heel benieuwd naar. Dus ja, helemaal uit. Ik kom net terug van een sportlesje. Ik heb lekker een booty club gedaan. Een linguine. Linguine met spekjes en romige blauwe kaassaus. Met champignon en peer. Ik ben echt heel benieuwd hiernaar. En het staat dat het best wel lang duurt. Maar ik denk, ja, hoe moeilijk is het om een pasta te koken? I don't get it. We gaan maar gewoon beginnen, I guess. Is dit een keer schoon geworden? Nou, volgens mij wel. Goedenavond allemaal. Het is inmiddels al heel laat. Too late, eigenlijk. 12:30 of zo al. Ik moet morgen alweer vroeg op, dus ik weet niet wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik ben gewoon niet moe. Het is echt heel irritant. Ja, ik ga maar mijn make-up eraf halen en gewoon mijn bed in en gewoon maar gewoon slapen, want ja, morgen gaan we foto's maken voor de website op kantoor. Dus ik wil er eigenlijk gewoon goed uitgerust uitzien.
Ik moet morgenochtend ook nog douchen, want ik moet echt mijn haar wassen voor de foto. Maar nou ja, gaat allemaal weer goed. Morgen wil ik dus eigenlijk een nieuwe telefoon gaan kopen. Een nieuwe iPhone 15. En ik ga het, nou ik ga het gewoon doen. Dus ik ben heel excited daarvoor. Nou, ik ga nu gewoon lekker make-up eraf halen, petje in. En hopelijk dat ik kan slapen. We gingen net trouwens weer live op TikTok. En ik vind het zo gezellig. Volg me niet op TikTok. Don't forget to check it out. Maar het is gewoon echt alsof je gewoon aan het facetimen bent. Met allemaal mensen tegelijk. En gewoon gezellig. Ik vind het echt leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik ben op kantoor. En er is een heel groot en leuk pakket binnengekomen. Nou, het is inderdaad helemaal niet zo zwaar. Maar kijk, ik heb dus een samenwerking met Canon. Hoe leuk. Waar is dat mesje nou hier? Ik heb een nieuwe camera. Ik weet alleen echt niet hoe dit soort camera's werken. Wat is zo'n camera? Ja, echt spiegel. Ja, echt zo'n... Dus we moeten even Cecile inschakelen. Tada! Dit is echt een lijp ding, hoor. Ja. Oh my god, dit is fucking grote camera. Wat is dit dan? Ja, oh, dat is die lens denk ik. Ja, dat is de lens. Heffen. Thanks. Content creator kit. Een hele kit. Oh, ja, de mic was. Wow. Hij is best wel een soort lightweight, maar ik denk dat hij. Ja, maar dat is toch niet normaal. Nice. Maar nu die lens moeten we eigenlijk persen. Zo'n set is 1000 euro. Zo. Dat is heel veel. Oh, er zit geen kaart in. Dan moet ik hem even daar uithalen. Oké, bye. Nou, Sanne en ik hebben net een campagne opgenomen voor American Eagle. Superleuk. Zijn echt leuke video's geworden. En we gaan nu een lesje Rose Cycle doen. Oeh, zin in. Drie goeiemorgen allemaal. Het is vandaag... Donderdag alweer. Ik heb even een heel simpel outfitje aan. Gewoon lekker een crop trui met een spijkerbroek. Ik heb even een ochtendje lekker thuis gezeten. En zijn even naar de Apple Store geweest om een cadeautje voor Merel te kopen. Oh my god, wow. Ik ging even een stuk. Want Stan was aan het lezen in de trein. En nu is hij vergeten om uit te stappen bij de goede halte. Oh, wat een schat. Maar ja, ik ga in ieder geval nu... naar kantoor en daarna na kantoor ga ik meteen nog sporten en daarna hebben we een event en daarna ga ik uit eten. Dus het wordt helemaal hectisch. Ik heb dus allemaal spullen gepakt. Ik heb net even een broodje bij de stag gegeten. Wel lekker. Misschien wel. Laten we allemaal bidden, want ik heb nu let het voorstel eruit gestuurd. En dan hopelijk dat ik binnenkort over een week of zo hoor dat het tenminste. Nou jongens, we zijn helemaal ready. We zijn hem klaargemaakt. We gaan naar het event van Breidling. Dankjewel, Merlijn. Of Merijn? Merijn. En daarna gaan we lekker uit eten. Helemaal zin in. Ik heb ook zin. Ik heb zin in eten. Kaas. Oeh, ik heb ook... Oh, nou, die oorbellen wel een rijpje. Ja, ik vind die oorbellen ook echt heel leuk. Mag je ook wel alleen een kortje. Leuk. Nou guys, we gaan er snel vandoor. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Ik doe het echt alsof het het einde van een vlog is. Maar oké, doei. Oh, dit zat ook nog aan. Voor girlies. Ja. Hey schat. Het schijnt de lekkerste cocktail te zijn die ze ooit heeft gedronken. Ze gaat bijna van. En? Ja, het was echt wel lekker. Wel heel grummig. Is het gin? Oh, mijn mum. Ja. Lekker gin ben ik niet echt. Maar ik hou niet, ik ben geen rum. Nee. Zo. Ik ben meer gin. Maar het smaakt een beetje naar een strawberry mojito. Doen. Ik ben heel benieuwd wat dat inhoudt. Oké. Oh nee. Zo, camera. Ja.
Nou, je ziet er goed uit. Ik ben al lang, hè? 15 jaar ouder. Oké, we gaan het proeven. Lekker hapjes eten, ja. Ik ga zo eten. Ja. Ik ga het ook even proberen. Wat was dat brood eigenlijk? Oh, dat is echt fucking lekker. Oh my god. Ja. Heel creamy. Oh, lekker. We gaan het ook nog met uitpakken. Dat weet je niet, maar... Try it. Ik mag wel een pepertje doen. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdagochtend. Ik ga lekker een ochtendje sporten. Helemaal zin in. En daarna ga ik naar kantoor werken. En daarna... Constant. Gisteren het eten was heel gezellig en lekker. En het event was trouwens ook heel leuk. We gingen daar een, zoals jullie zagen, dus een whiskyproeverij doen. Even een whisky, een rumproeverij. Maar ik ben helemaal niet van de rum. Maar die laatste was heel heftig. Maar die daarvoor waren op zich best prima. En ik hou sowieso van proeverij dingen. Gewoon heel leuk en een soort leerzaam. Ik heb gisteravond lekker weer gelezen. Dus ook lekker goed tijd geslapen. Dat was echt nodig, want ik was deze week weer heel laat gaan slapen en slecht geslapen en zo. En nu eindelijk even een goede nacht. Ik hou er erg van alles op mijn gezicht te smeren. Lekker een beetje zonnebrand. 2 tranen. Helemaal ready for today. Parfumetje. Nou, zijn we helemaal ready. Nou guys, ik ben thuis van een dagje kantoor. Het was echt... een hele lange dag. Maar ik ben nu thuis en ik ga lekker HelloFresh kopen. Zo we zin in. Ik ga lekker douche maken. Ja. Heerlijk. Okay, maar... Zo. Sarah heeft het als goed zo een beetje aan jullie laten zien. Maar we hebben een hele lekkere quiche gemaakt. Die is zo meteen bijna klaar. En nu ben ik even een cocktailtje voor mezelf aan het drinken. Voor mezelf. Ik heb het voor mezelf gemaakt en ik drink hem. Maar dat doe ik eigenlijk normaal nooit. Ik moet zeggen, het is zo'n vibe. Ik haat het altijd zo om eten te wachten. Er staat nu 15 minuten. Oh, Stan komt nu binnen. Hello! Ah, oh, romantic, romantic. Hey, zie, we hebben een brief gekregen van HelloFresh. Of we de aankomende 4 boxen 50% korting. Nou, misschien kunnen we dat lekker wel doen. Lekker pakkie, hè? Dat willen wij wel. Dan. Okay. HelloFresh echt een live hack. Als je net die drankjes hebt geprobeerd. Ja. Lekker op de tram, lekker op TikTok. Oh, tot Sarah voorbij. Ja. Nou, je moest community van echt heel zo. Love you. Tot op de live bij Sarah. Hier, maar we sparen van 50% korting op 4 boxen. Doe hem nou eens. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ochtend. Ik ben helemaal ready, want ik ga lekker pilates doen bij Core 40. Absolute fave. Gezellig met Maggie. Dus ik ga even snel tanden poetsen en dan ga ik vandoor. Nou guys, ik ben helemaal klaargemaakt. Lekker mijn haar gewassen, gedoucht en al.
En ik ga nu naar mijn ouders. Mijn vader is jarig. Ik heb dit topje aan van Naked. En dit pak is eigenlijk ook van Naked. Helemaal Naked. En ja, ik ga nu de auto in. En gezellig verjaardag. Nou, ik zit in de auto. On the way. Almost there. Ik moet eigenlijk tanken, maar even geen behoefte aan. Ben ik de enige die tanken ook altijd uitstel? Ik vind het zo kut om te doen. Omdat het ook gewoon duur is. Maar ik vind het gewoon ook kut. Ik heb geen zin om naar het tankstation te rijden te tanken. Godver. Almost there. Seeing my little nephew. Oh my god, ik heb zoveel zin om mijn neefje te zien. Yay! Nou, het was heel gezellig bij mijn vader. We zijn nu weer terug naar Amsterdam, want we hebben nu de verjaardag van Merel. Dus ik heb ze nou even omgekleed en daar gaan we nu heen. Nou jongens, we zijn op de verjaardag van Merel! En we gaan shotten! Gaan we shotten? Ja, we moeten wel een shot kopen. Ja, dat is toch ook. Ja. Ja. We hebben wel een shot kopen. Met hoeveel zijn we? Ik ben ook weer voor een shotje. Ja, atje. Kom op. Oké. Sarah drinkt eigenlijk weer. Zoals je kan zien. Is het lekker? Waarom altijd alles? Ja, maar. Welkom in de shot vlog. Maakt niet, gaat op idee. Ja, lekker. Ja, ik ga hier gewoon lekker van genieten. Sorry, maar dit, wat doe jij? Ja, maar vind ik lekker. Ja. Ja, ja, ja. Vlogklas. Ik ga in het niet hardlos. Ik vind het lekker. Ik vind het ook heel lekker. Ja, maar het moet wel één keer. Ik vind het lekker. Somari. Laat mij even zo bepalen hoe je het lekker. Ja, maar ik wil Somari gewoon niet drinken als Somari. Ja, maar het is super. Ja, Oké, ik ga even dit blad terugbrengen. Ja, doe dat. Jongens, we moeten even een noedeltje om bij te komen. Ik ben dat is gewoon niet normaal. Echt in fucking shock. Nou, we hebben de beelden, die hebben jullie net gezien. Ja. Mijn scooter was dus gestolen. En door mijn AirTag heb ik hem teruggevonden. AirTag is leven. Ik heb hem ook in mijn auto. Dus als je ooit iets van mij wil stelen. Ja, maar als je iets van mij wil stelen, je gaat hem niet vinden. En ja. Ziek. Good luck. Maar we gaan even los maken, want we trekken het niet meer. En ja, het is gewoon echt. Nou, ik kan het even aan een manier vooruit. Oké, jongens, ik ga jullie even een goede recap geven. Want dit was echt zo chaotisch allemaal. Ik ben ondertussen lekker cheesy noedels aan het eten. Oké, ik kom thuis. Ik zie mijn scooter gewoon niet. Dus ik denk, waar de fuck is mijn scooter? Ik heb een paar wijntjes op. Dus ik denk, heb ik hem ergens neergezet? Ben ik toch op de scooter naar dat feestje gegaan? Ik snap het even niet meer. Dus ik kijk op mijn fucking telefoon, want ik heb een AirTag. Mijn scooter is weg. Gewoon op een locatie dat ik niet ken. Best wel dicht bij huis. Dus Stan had gelukkig niet gedronken. En die is de auto in gestapt. En wij zijn toen in de auto naar die locatie gereden. En mijn scooter staat gewoon letterlijk daar op de straat. Dus ik denk, bueno, ik heb mijn scooter weer. Tot ik mijn sleutel in het slot wilde doen. En het slot lag er gewoon uit. Het slot was er gewoon helemaal uitgesloopt. En toen hebben we het uiteindelijk aan de praat gekregen. Ik had het met de politie gebeld. De politie kon niks doen, helaas. Toen hebben we weer aan de praat gekregen. En nu staat hij hier voor het huis met kettingslot en al. Ik ga morgenochtend meteen vroeg naar de scooterwinkel. En hopelijk is dat open op zondag. Is dat wel open op zondag, zie? Ga ik snel maar naar de scootermaker. En hopelijk ja, dat slot aan te maken. Mijn hoofd kan nog even niet processen wat er net allemaal is gebeurd. En ik ben gewoon echt in shock. Nou, goedemorgen allemaal, day after. Ik ga nu mijn nieuwe iPhone ophalen. Maar ja, ik hoop dat ik morgen mijn scooter ergens kan laten maken. Zal waarschijnlijk geen goedkoop grapje zijn. En nu slot erin. Dus ik hoop heel erg dat de verzekering dat kan vergoeden.
Maar ja, dat weten we nog niet. Ik ga in ieder geval mijn nieuwe iPhone ophalen. Woehoe! Goedemorgen man, welkom bij maandag. Vandaag gaan Stan en ik precies 3 jaar met elkaar. Superleuk. Dus gisteravond zijn we lekker uit eten geweest. Was heel gezellig. Ja, dat mijn scooter was gestolen. Ik heb hem teruggevonden doordat mijn AirTag erin zat. Dus we gaan nu, mijn hele slot is eruit gesloopt en zo. Dus we gaan nu naar de scooterzaak om hem te laten maken. Ja, dat is natuurlijk gewoon helemaal kut. Ik ben met meer zieke paardenhelm. Zo mooi. Ja, mijn scooter is nog steeds niet terug. Hij heeft gemaakt. Maar dit is echt een kutscooter trouwens. Ja. Ik moest hier gisteren op, ik ging helemaal bed. Zieke barrel gewoon. Ja. Maar we gaan lekker onze nagels laten doen. Zin in. En daarna gaan we yoga. Ik heb dat nog nooit gedaan, hè? Bij ja, dat wordt spannend. Ja. Ja, dat is wel leuk. Daarna gaan we lekker eten. Nou, zin in. Gezellig met Floortje. Ga lekker eten. 76 euro. Dat is zo ziek. Het is de inflatie, weet je. Ja. Nou, weet je, we gaan lekker... Hallo allemaal. Dinsdag. En ik was net op kantoor. En toen was ik mijn laptop vergeten. Dus die heb ik nu gehaald. Jee. Echt, hoe dom ben ik? Oh mijn god, ik ben echt niet wakker. Ik kon ook echt slapen gisteravond. Helemaal moe en doei. Ik ben gezellig met Silly bij een Estée Lauder event. Superleuk. In het boutique hotel volgens mij. So pretty. Oh, jij hebt die foundation ook, die Double Wear. Oh ja. Ja, dat is echt hele chill foundation. Ja. Dat is deze. En we krijgen dus zo een yoga facial zo. Ja. Echt super leuk. Maar we hebben nu even een lekker hapje. Adam chili. Ik ga het even proeven. Lekker. We gaan nu een yoga. Een face yoga. Ja, een face yoga. Hoe leuk. Klinkt helemaal goed. Ja, mijn hoofd is groot. We hebben heel veel mensen hoor. Ik heb een klein hoofd en ik pas hem over. Nou, we zijn klaar met de face yoga. Helemaal genoten. Nou guys, we zijn terug van het event. Het was echt heel erg leuk. We hadden dus een face yoga gedaan. Dat was heel leerzaam. En daarna we hadden we ook daarna nog een... door een make-up artist gingen we onze perfecte shade vinden. Dus die is opgeschreven en die krijgen we nog nagestuurd. Echt heel leuk. En we hebben nu dus hawache gemaakt. Hoe heet het nou? Hawache. En ik vind het wel lekker. Ik vind het ook chill dat het veel fruit bevat. Bevat? Ja. Maar het is niet de star of the show voor mij. Voor mij echt. Ja. Nu is echt Cecile haar droom. Cecile droomt gewoon over dit. Ja. Ik droom over cheese noodles. Ik ook, maar dit is beter. Nee, dit is niet beter. Nee? Nee? Even goed. Het is gewoon heel anders, ja. Je kan het niet vergelijken. Mijn droomavond is cheese noodles eten. Ja, en dit is het toetje. Dus ik moet gewoon eigenlijk naar Korea. Ja. De vis. Ik vind het wel heel koud, toch wel. Nou jongens, fijne avond. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Gisteravond was het event super gezellig. Ja, ik ga nu naar het ziekenhuis voor mijn neus. Een tijd geleden ben ik daar geweest. En dat ik heel de tijd ontsteking in mijn neus had en zo. Maar dat is gelukkig nu weg. Want ik had een soort neusdruppels gekregen. En ik moest het spoelen af en toe en zo. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Maar ja, ik moet gewoon nog even een check doen. Floortje gaat gezellig mee. Echt super lief. En gezellig. En... daarna ga ik een middagje werken. Nou guys, zoals jullie wellicht al wel door hadden, heb ik deze twee, nou eigenlijk anderhalve week vlogs even bij elkaar gevoegd. Omdat ik de eerste week niet zo heel veel had gevlogd.
in ieder geval wel prima. Maar de tweede week dus, de afgelopen week die jullie zagen, niet. Eigenlijk maar dus tot woensdag. Want ik merkte dat ik gewoon even een break nodig had. Omdat ik het gewoon heel druk had. En gewoon even niet de vibe voelde om te vloggen. Dus dat heb ik gewoon even niet gedaan. Dus ik heb ze nu gewoon even lekker samengevoegd. Alsnog een leuke weekvlog van gemaakt. Ik kreeg heel veel vragen over waar de weekvlogs weer bleven. Dus dat vind ik natuurlijk super lief om te horen dat jullie er wel gewoon naar uitkijken. Maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. Dus vergeet zeker niet natuurlijk mij te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. En natuurlijk op mij te abonneren. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram en TikTok. Dat is allebei Etsa gevoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now.